Jos, jij had ons een berichtje gestuurd dat we, nou ja, we zijn praktisch buren van elkaar, want het was 2 minuten rijden. Waarom moesten we hier naartoe komen? Nou, omdat ik vond dat mijn vrouw, zeg maar, die werkt een hele week en dan toch nog de tijd te brengen om s'avonds van de hobby te werken en te proberen te maken. Hoe trots ben jij nou op je vrouw? Heel trots. Ik vind het wel geweldig, ja. Het is toch een happening geweest de afgelopen jaren, zeg maar. Hè, dat we overal mee moeten stoppen, in verband met mij dan. En dat dan weer toch terug oppakken, ja, vind ik wel waard. Ja, kunnen we? Had je dat niet? Ja? Goed zo. Anja, joehoe! Dit is jouw paleisje. Ja, dit is mijn paleisje, ja, dat klopt. Ja, ik neem het toch eens eventjes mee, want ik word ongeveer gelijk verblind hier door de sparkles en de glitters. Ik vind het wel wat voor jou. Ja, zou dit bestaan? Zeker. Kerst? Ja hoor. Zou het iets voor kerst zijn? Ja, ja? Ik denk het wel. Ja, denk je het wel? Nee, eventjes, Anja, wat voor soort winkeltje heb je hier? Ik zie allerlei feestelijke jurken. Ja, ik heb een winkeltje eigenlijk voor iedereen. Nou, laat je verkooptechnieken zien. Wat heb je allemaal hangen? Wat ik allemaal heb hangen. Welke maat heb jij? Dat gaan we niet op camera zeggen. Nee? Niet op camera zeggen? Ga ik even heel zachtjes in een oortje zeggen. Oh, okay. 48 hoor ik. Oh ja, schitterend. Is het mijn kleur? Het is je kleur. Ja, is het mijn kleur? Ik vind het een beetje fris voor vandaag. Jullie zijn deze winkel begonnen in de garage. Dat heeft een beetje een reden, hè? Ja, dat heeft zeker een reden. Het is in principe een beetje uit de hand gelopen hobby. Vroeger hebben we jaren geleden op die markt gestaan en met kleding gedraaid. Maar ja, op een gegeven moment, mijn man die werd ziek en die kreeg een herseninfarct. Dus daar hebben we eigenlijk jaren voor moeten zorgen. Maar het is altijd blijven kriebelen. Het is altijd eigenlijk... Ik vind het leuk om kleding te verkopen. Maar dan nu je eigen winkeltje, maar ja. Wat voor een gevoel loop jij hier dan rond? Ja, ik ben trots, super trots natuurlijk. Dan, het is eigenlijk een droom die uitgekomen is. Ik heb er hier jaren op zitten hopen, jaren op zitten wachten. En het is ons uiteindelijk gelukt. Deze kan je passen? Ik waag het erop. Ja? Ik heb nog niks voor de feestdagen. Oh. Dus eens kijken of dit me een beetje staat. Ja. Als je één maatje groter hebt, maar dan heb ik dan wel in blauw. Ja, wel prima. Ben je al onderhand klaar, deze? Ja. Oh, en? Nou, dat is... Vind je het wat? Ja, het zit lekker, toch? Het is anders. Het is anders. Het sluit wel lekker goed aan, moet ik zeggen. God, man, minne. Het deed lekker af.